Even kijken of iemand thuis is. Goedemorgen. Wij overvallen u, ja, maar wij zijn van de nieuwsophaaldienst van Omroep West. We komen het kleine nieuws ophalen. Ja. Hebt u het kleine nieuws al klaarstaan? Misschien wel. Wat dan? Ik ben de laatste tijd heel erg enthousiast over het superfood. En wat is dat dan? Wat moet ik me voorstellen? Allerlei zaden en noten. En u knapt er ook van op? Ja, heel erg zelfs. Ja, want hoe zag u er vroeger uit? Weet ik niet. Ik had last van artrose en van opvliegers. En dat is sinds een week is dat voor 80% gedaald. En daar ben ik raast enthousiast over. En dat vind ik eigenlijk best wel goed nieuws. Mogen we eens kijken hoe u dat doet? Ja, kom binnen. Hennepzaad. Dit is lijnzaad. Chiazaad. Dan neem ik yoghurt. Een soort besjes. Ook een soort besjes. En daar maak ik iets lekkers van. Mijn man niet. Die vindt het allemaal vies. Mijn man is nu in de boot bezig. Dag. Hallo. Hebben we net het kleine nieuws van uw vrouw gehoord? Zit uw geluk meer hier in de boot? Mijn geluk zit op het moment in het bootje, ja. Eigenlijk zoeken wij de otter ook, hè? Hebt u hem al gezien? Nee, ik ben een hele weekend op zoek geweest, maar... Zouden we met u een stukje het water op mogen? Dat zou mogen, maar moet ik eerst mijn stuur eraan zetten? Die moet er even hierop. Dat is hem. Nou, deze is een hele oude motor. Je moet 50 seconden voorgloeien voordat je kan starten. Nee, kom maar. Waar zat nou die otter? We kunnen even kijken zo. Kijk, goed inzoomen met dat ding. Ik ben niet, mag ik misschien niet zo zeggen, ik ben niet zo'n vriend van natuurmonumenten. En dan sluiten ze de boel nog verder af hier als er drie otters komen. Voor u mag het bij die ene blijven? Nou, ze mogen er wel komen als een natuurmonument ook maar gewoon de natuur zijn gang laat gaan. En ook de mensen de ruimte geeft hier op de plas. Geen ijs nu, hè? Nou. Nu dan terug. We lopen vast. Het is pas de tweede keer dat ik met deze boot vaar. Oh, ontzettend bedankt voor de mooie rit. Ja, graag gedaan. Helaas geen otter gezien, maar we hebben ons best gedaan.